welkom bij een nieuwe vlog van het groene tuintje. Dat ik nog op YouTube moet veranderen. Dat kan denk ik over 2 maanden, want ik kon het niet meer veranderen. Dus het heet nu nog Moestuin Smurf, maar over 2 maanden heet het dan het groene tuintje. En dat is ook mijn Instagram naam en ook van mijn website. Daar is nog niet veel content op te vinden, dus daar moet ik ook nog werk van maken. Maar er komt zeker nog wat op. Leuke recepten, lekkere recepten. Het zijn geen leuke recepten. Ik vind ze wel heel leuk. Maar lekkere recepten en van alles wat over kruiden. Noem maar op. Gewoon het gezellige groene tuintje. Maar ja, dit wordt dus een tour door mijn tuin van september. En laten we maar snel beginnen. Ja, ik heb hier het een en ander weggehaald vorige week. Het was allemaal dood aan het gaan. En je ziet aan de bloemen dat ze wel echt, ze hebben het gehad. Maar ze hebben een heel plezierig seizoen gegeven. De zinnia's, ja. Iedereen die hier bij mijn tuintje voorbij liep, iedereen moest altijd kijken. Want het was echt geweldig. En ja. Ja, nou ja. Ik zie ook niks meer. Er staat nog wat in het knop. Maar, en hier. Maar ze zijn prachtig. En ik heb er heel veel plezier aan beleefd. En ik heb al aardig wat gedroogd. Dus volgend jaar plaats ik ze weer hier voor de tuin. Maar dan komen ze ook nog echt overal door mijn tuin heen. Volgend jaar komen er meer bloemen. Hier hebben we de Oost-Indische kers. Die best wel laat bij mij in mijn tuintje het ging doen. Maar liever laat dan nooit, zeg ik altijd maar. De ramenas. Hier loopt groeit een pompoen. Die. Ik zie daar niks aan. Nee. Dit zijn white custard pompoenen. En hier staat mijn postelijn. En ik dacht dat het de winterpostelijn was, maar het was de zomerpostelijn. Dus dat doet het niet helemaal geweldig. Maar ja. Ja, nou ja, we doen het er maar mee toch. Dan hier heb ik de oker staan. Die gaat het ook eigenlijk helemaal niet goed doen. De sla. Maar het is altijd leuk om wat te proberen toch. Weer een Oost-Indische kers. En nog een Oost-Indische kers. En wat sla. En hier staat wat witte kool. Voor mij is het een kleine variant. Want het blijft zo klein. Dit is paksoi. En dat gaat goed. Dan hebben we hier het bed wat ik vorige week aangelegd heb met krulsla. En in het midden bloemkool. Dit is de paarse variant. Dit bed ziet er nou niet uit. Maar dit is dus mijn pompoenenbed. En nog wat tomaat staat erop. En nog wat komkommertjes. Dat is wel de laatste ronde. Dan nog wat aan. Ik laat nog even hangen, dat het ietsjes groter mag worden. Maar ik heb er gisteren al eentje uitgehaald. En daar hangt ook nog wat aan. Maar ik denk niet dat dat echt wat gaat worden. Maar we zien het nog heel even aan. Flespompoenen doen het wel heel goed. Hier is een nieuwe. Ik heb er een grote uitgehaald. Daar heb ik al soep van gemaakt. En hier ligt er een. En daar. En daarachter ligt er eentje. Dus dat, ja, dat gaat goed. De paarse boerenkool. Nou, dat heb ik al heel vaak gezegd dat dat echt mijn favoriet is. Ik maak hier salades van. Heerlijk. Aan deze kant hebben we de courgettes. Oh, kijk nou. Hoe noemen ze dat? Mildew? Hoe heet dat in Nederlands? Ah, ik heb het ook gekregen. Nou ja, de courgettes hebben het geweldig gedaan. Ik heb er gisteren nog van die grote vanaf gehaald. Goed voor de soep of lasagne. Nog een 2 Oost-Indische kersen. Mijn aardbeien die
allemaal uitlopers hebben, dus het zijn allemaal nieuwe aardbeienplantjes. En ik heb hier nog wat snijbiet gezaaid. De korenbloem. En hebben we hier de rucola sla. Beetje uitgeschoten, maar ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Dus laat lekker staan. Hier hebben we de flespompoenen. Die het lekker goed doen, zoals je ziet. Dus ik hoop dat ik nog daar een paar pompoenen aan mag krijgen. Hier staat... ik ben het kwijt. Weet je nou die rode... Jeetje, ik ben het kwijt. Kom op zeg. Nee, jullie weten het wel. Zij van met die rode... Jeetje, hoe kan ik dat nou vergeten? Wat stom. Nou ja, oké. Okay. Ik zal het wel hier op het scherm zetten. Nee, jullie weten wel wat ik bedoel, denk ik. Hier staan ze ook. En dan nog wat sla. Krulsla. En dan hebben we hier de snijbiet. En wat kool. Rode kool. De puntpaprika's die het gewoon super geweldig doen. Een rijtje. Ja, de ene doet het heel goed. En de andere wat minder. Hier hebben we de boerenkool. En nog wat krulsla. De oker, waarvan ik eigenlijk best wel veel had verwacht. Maar zoals je ziet daar... gaat niet goed mee. Even kijken, wat heb ik nog meer? De prui. En hier staan ook nog wat pompoenen. Is het maar één plant of twee planten? Dan is er één plant. Ja, dat is één plant. Dat is gisteren nog een pompoen van afgehaald. In dit bed heb ik veldsla gezaaid. Hier staat veldsla. Daar staat snijbiet. En hier staat... Groenlof. Daar ben ik echt super benieuwd naar. Hier staan mijn spersiebonen. Ik heb gisteren heel erg veel van afgehaald. Deze heb ik later gezaaid. Ja, maar ik verwacht daar eigenlijk niet veel van. Dus ja, ook daar staat mijn snijbiet nog. Dahlia bloem. Mijn kruidentuin. Daar komen we als laatste. ik heb achter de perenboom. Peren kunnen denk ik ook allemaal geplukt worden. En daarachter staat nog een Oostindische kers. De brandnetel laat ik bewust staan. Want daar kan je brandnetel thee van maken. En moet ze nog, ook nog drogen. Dat zijn ook twee white custard pompoenen. De spinazie. Er staat nog ook wat krulsla hier. Dit is mijn wildlife area. Staat rode kool. Boerenkool. De paarse variant. En daar ook één. En ik wil gewoon kijken wat hier opkomt. Gewoon omdat ik het leuk vind. En ik wil kijken van hoe dat zit met... Want ik denk dat ik mijn perenboom ga weghalen. Dat is een stoofperenboom. Ik ben helemaal niet stoofperachtig. Dus, en het neemt heel veel grond in beslag. Ook met het wortelgestelsel, maar ook met schaduw. Dus dan zie je ook dat het hier, dus ik heb het bewust laten groeien ook daarom. Ook omdat ik het leuk vind om te kijken wat er opkomt. Maar ook dat je ziet van hier hoe wild het is. En dat daar, ook hier, weet je, je bent toch een stuk grond kwijt. En volgend jaar komen de aardappels voor. Dan zou ik hier dus weer weinig groentes kunnen. Snap je? Dus ja. Hier staat nog wat bloemkool. Paarse variant. Hé, hey, iemand heeft erin zitten pikken en eten. Voor mij zijn dat geen slakken, maar voor mij zijn dat. Hoe heet die beesten? Fazanten of zo. Bladmosterd. Heerlijk. Lekker. Neem dadelijk weer wat mee. Ik heb het gisteren al gegeten. Echt top. Lekkere bite.
Asperziebonen, hier. We zien wel wat daar. Nee, ja, we zien wel of dat nog wat wordt. Hier staan nog wat aardbeienplantjes en wat troep. Dat moet ik laten zien natuurlijk, hè. Aalbessen, struiken en iets. Ik weet niet wat dit is. Als iemand weet wat dit is, laat me weten. Want ik weet niet wat het is. Er komt bloesem aan, maar dat is al heel lang zo. Maar er gebeurt niks mee. Mijn bezem, lekker witchy. Dan hebben we hier dan de paprika's. Die beginnen te verkleuren. Hierachter zie je ook echt dat die al rood wordt. En hier zitten nog wat komkommetjes aan. Ik denk dat het niet meer goed hoort. Misschien een ielig komkommetje. Ja, er zit een hooggrote paprika achter. En nog wat tomaten die moeten rijpen. En mijn mini paprikaatjes. Dat vind ik super leuk. En dan komen we bij mijn kruidentuinen. Mijn appelboom, mijn elstarappel. Heb ik vorig jaar voor mijn verjaardag van mijn zoon gekregen. Misschien krijg ik dit jaar een leuke perenboom. Niet een stoofperenboom, maar gewoon een perenboom. Dahlia bloemen. Ik heb hier een olivera plantje staan. Ook nog een grote daarvan. Nou ja, groot. Een grote variant dan die. En mijn kruidentuin hier nu in september. Ik heb echt heel veel plezier aan beleefd. Citroenmelaise, munt, oregano, salie, dille, peper, salie en wat munt. Achter de peperplant staat ook nog wat oregano, dus dat zijn peperplant en munt. En munt, tijm, hier stond mijn kamille, maar die heb ik weggehaald. Ook de salie heb ik net als die in bosjes opgehangen. Die hangen te droog in mijn schuurtje. En dan hebben we hier de hyssop. Ja, die moet ik ook. Ja, dat moet allemaal nog eraf. En er nog heel veel moet gedroogd worden. Ik ben een beetje potjes aan het verzamelen op dit moment. Want ja, en wat leuk is, is dat. Kijk eens, dat is allemaal kamille wat opkomt. Dus ik laat het lekker staan. We zien wel. Oh ja, mijn bieslook staat eigenlijk gisteren meegenomen. Die ga ik vandaag doen, mijn salade doen. Dus ja, dat was mijn tuintje. De tour van september. Oh ja, en de flesjes hè, die ik opgehangen heb. En ik heb ook leuke bordjes gemaakt die nog in mijn tuin moeten. Ik moet vernis meenemen. Die bordjes gemaakt. En die ga ik nog meer van maken. Die komen volgend jaar ook allemaal door mijn tuin heen. Ik wil gewoon een soort sprookjesachtig. Ik weet niet sprookjesachtig, maar ik wil het gewoon super leuk maken. Cool, ja. Oké, dus dit was het. Voor september. De tour van september. Dus dat is leuk. Ik heb ook nog een tour van augustus van vorige maand. Staat ook op... hier op mijn YouTube kanaal. En dan volgende maand weer. Ik ben benieuwd wat het in oktober hoe het eruit ziet. Dus, ja. Bedankt voor het kijken. Doei doei.